Be Life, life is better on a rollercoaster. Yo iedereen van Be Life en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we geen Planet Coaster, maar vandaag spelen we Planet Zoo. Een nieuw spel van Frontier, dat nog maar net uitgekomen is ook. En we zijn namelijk ook in de sandbox mode. Het eerste wat we gaan doen is namelijk eens pad bouwen. Qua bouwen is een beetje hetzelfde principe zoals Planet Coaster. Nou hierom misschien zo wat een Main Street kunnen maken. Dat we hieruit dan ook de mensen uit kunnen laten vertrekken naar verschillende kanten van de dierentuin. Dus kijken voor natuur, dus kun je misschien al wat boompjes erop plaatsen. Of eens kijken wat we kunnen bouwen, pad kunnen laten aansluiten. We hebben de groene cirkel nodig om dit te laten bewegen. Kijk, en dit is ongeveer hetzelfde principe zoals een Planet Coaster. Kijk, dan hebben we hier al een randje gebouwd van het pad. Dit sluiten we af. Dan gaan we even naar de natuur gaan. Dan gaan we bomen nemen. Ik pas dan hier af en toe zo een boom. Zo. We hebben hier al een ingang. Nee. We gaan iets anders. In de faciliteiten gaan. Ah, personeel hebben we ook nog nodig. Daarvoor ook aparte paden. De rij personeelspaden. Kijk, dat ziet er ook wel tof uit. Zo kan je een beetje een eigen straatje maken. Zo. Nu gaan we eens kijken voor winkeltjes en zo te plaatsen. Bezoekersfaciliteiten. Financiën. Hier hebben we pinautomaten, die je dan straks kunt toevoegen. Pizza pin, Jeep Leaf. Informatiekiosk. We'll be right back.
Zo, en nu zijn we even terug. Dus wat we nu gaan doen is de daken hierop plaatsen. Jammer vinden dat hij geen kleurtje kan gaan geven. Misschien kan het wel, maar heb ik nog niet echt gevonden hoe. Moest mensen ook Planet Zoo spelen en weten hoe je bijvoorbeeld een ander kleurtje kan geven aan dakpaden, aan dakpannen of zo. Laat me eens weten in de reactie. Hè. Waarschijnlijk zijn nu mensen ook bezig van, moet je dat zo en dat zo en dat zo doen. Laat gewoon weten in de reactie. Oké, de ene steekt uit, de andere niet. Dan kan ik geen kwaad, zo weet je wat, wat speels achter. Dan gaan we eens naar de andere kant van het gebouw. Zo, ik vind het wel, ik vind het wel leuk, leuk zo. De vensters kunnen we hetzelfde doen ook. Dan hebben we duplicate. Oké, dat is ook altijd dezelfde functie als een planet coaster dat we hebben. Zeer leuk. Dan hebben we hier ons eerste main street, of een klein stukje van de main street al. Kijk, daar hebben we zo gezegd één gebouw nu van gemaakt, van die twee gebouwtjes dat ik gekopieerd heb. Beplanting ook nog vlug doen, hier, voor dat gras hier weg te werken. Bijvoorbeeld deze Aziatische beplanting kunnen we gebruiken. En dit is onze eerste deeltje van de main street. Hier in het midden gaan we niks bouwen, maar rond allemaal huisjes plaatsen. Ik denk dat we dit een paar keer gaan kopiëren en plaatsen. Dan hieruit kunnen mensen, hier personeel en hier een paar keer mensen naar de zoo op. En vond je het een leuke video? Geef hem zeker die duim omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.